Deze video op Doesburg TV is mogelijk gemaakt door bouwservice Marcel Bruil. Degelijk vakwerk voor nieuwbouw, verbouw, restauratie, renovatie en onderhoud van uw pand. Wie hebben zich wat mensen opgegeven voor die maandag en dinsdag? Als we dat voorstel van Arie overnemen, dan gaan we maandag en dinsdag in de vrije periode niet naar het OLM. Nou, we zagen net een elftal mensen aan de tafel zitten die allemaal één grote passie hebben. En die passie is mid winterhoren blazen. Jij bent de voorzitter van die club? Sinds kort. Wat voor club is het eigenlijk? Ja, dat is een hele gezellige club. Die bestaat zo'n 15 jaar nu en in al die tijd hebben we heel veel activiteiten ondernomen, met name op het Openluchtmuseum. En nu zijn we zover dat we een eigen evenement organiseren in Doesburg. En zover zijn dat we nu een vereniging gaan worden en dat wil al heel wat zeggen voor dat clubje. Oké, er komt een beetje structuur in, zo gezegd. Er komt structuur in, inderdaad. Oké. Hey, en met winterhoren blazen, wat moeten we daarbij voorstellen? Nou, dat is een instrument dat we zelf maken en dat is ook de charme daarvan. Het is, er zijn een paar houtsoorten die daarvoor geschikt zijn. Dat is een els, een knotwillig en een berk. En wij gebruiken het meest de knotwillig, omdat wanneer die geknot is, dan lopen de twijgen uit en die krijgen die mooie krommingen, die groeien naar het licht. En als we dan de juiste dikte hebben, dan zagen we de knotwillig. Er zit een hele procedure aan vast om uiteindelijk een hoorn te maken. Dat doen we zelf, we blazen zelf. En dat is de charme van het hele verhaal. Oké. Mid-winterhoren blazen heeft een hele rijke historie. Kan je daar wat van vertellen? Ja, het begint al heel vroeg dat mensen muziek maakten. En er zijn eigenlijk drie dingen die de hoorn kenmerken. En dat is, het is een heidens gebruik, hij had een signaalfunctie en het zit gekerst in het kerstverhaal. En dat maakt de hoorn eigenlijk uniek in die zin dat... Als ik dan even een stukje over de geschiedenis van het ontstaan. De Batavieren bijvoorbeeld, die gebruikten de hoorn om een wolf te verjagen. En Rier heette die wolf. En dat deden ze omdat de mensen dachten dat die wolf het licht opat. De dagen werden korter en dus ontstond een beetje angst. En ze bliezen dus en inderdaad 21 december, dan komt het licht terug. En ze dachten dat ze daarmee dus zichzelf een dienst bewezen. En met dat licht kwam ook natuurlijk de zon, de vruchtbaarheid enzovoort. Dus daar zit een heel ritueel zat eraan vast. Als signaalfunctie, ja, dan ga ik even met u naar de Achterhoek, het plaatsje Kotten bij Winterswijk. Daarvan weten we dat er een boer blies terwijl er gesmokkeld werd. En die douanier die werd zo boos op die boer dat die pakte hem bij zijn vestje en... Hij waarschuwde de smokkelaars, ja. Enfin, ik maak dat verhaal even op. Ja. Hij waarschuwde de smokkelaars en die douanier die was zo boos dat hij die hoorn in elkaar trapte, die vent bij het jasje pakken. En dat is voor het gerecht gekomen. En daarom weten we dat, in Zutphen is dat voorgekomen. En de boer werd in het gelijk gesteld omdat niet bewezen kon worden dat hij de smokkelaars hielp. En dat is dus opgetekend en daarvan kennen we de anekdote. Dus moest de douanier nog schadevergoeding betalen? Ja, die heeft de hoorn moeten vergoeden en wat er verder aan vast zat. Okay. En als we dan even naar het kerstverhaal, de ster Bethlehem, het licht, de nieuwe koning is geboren. De herders die gebruiken ook signalen horen om elkaar de weg te wijzen naar de stal in Bethlehem, naar dat kindje toe. En dan, de mensen zeggen de nieuwe koning is geboren en Herodes, de dan heersende koning, die vindt dat niet zo prettig. Die wil die kinderen laten vermoorden. En dan mag er na de advent niet meer geblazen worden omdat dat de weg zou wijzen naar het kind. En dat zou dus verraad zijn. Okay. Vandaar dat het in dat kerstverhaal, dat we alleen maar in de adventtijd mogen blazen. Ja, want, dat begrijp ik van jou, het is dus gebonden aan een bepaalde tijdsperiode. Het is niet zomaar dat je midden in de zomer een hoorn kan horen. Nee. Het begint de eerste zondag van Drie Koningen. Dat is in dit geval 29 november. En het eindigt met Sint Andreas, 6 januari. En daarna, dat is de periode waarin geblazen mag worden en daarna niet meer. Okay.
Nou heb ik begrepen dat jullie een evenement hebben aanstaande zondag. Wat gaat er gebeuren? Nou, ik zei al, we hebben een eigen gemaakte hoorn. Dat is fantastisch als je daarbij bent, dan wil je een eigen instrument hebben. En wat is er dan nog mooier dan dat instrument te laten horen op een eigen georganiseerd evenement. En dat doen we dus zondag. Dan is er een midwinterhoornwandeling. Die gaat door die mooie oude binnenstad van Doesburg over de wallen. En ja, het is vorig jaar voor het eerst dat we dat gedaan hebben. En we zijn daar zo enthousiast over geworden dat we dat dit jaar weer organiseren. En we hopen dat dat een stukje traditie gaat worden in Doesburg. Ja, afhankelijk natuurlijk van hoeveel mensen erop afkomen aanstaande zondag. Maar uiteraard, ja. Want er zijn natuurlijk kosten aan verbonden. En ja, we zijn een klein groepje mensen. Enfin, dat hele verhaal moet dan weer kloppen om straks de toekomst in te kunnen gaan. Nou, dan zeg je een klein groepje mensen en wat jullie eigenlijk doen is een stukje traditie in stand houden, begrijp ik, hè? Een stukje cultuur. Ik heb zelfs begrepen dat jullie ook een erkenning hebben gekregen. Ja, dat klopt. Wij staan sinds 2013 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO in materiële zaken. En dat betekent dat de traditie vast ligt en dat je ook moet beloven dat je die traditie door zult geven. Vandaar dat we ook veel proberen te doen voor de jeugd. We gaan naar scholen toe, we laten de hoorn horen, hoe die gemaakt wordt. Ook op het OLM in Arnhem, het Openluchtmuseum. Ja, Openluchtmuseum. Ook daar hebben we een onderkomen waar het maken van de hoorn gedemonstreerd wordt, het verhaal wat erbij hoort. En we hopen dat we de jeugd een beetje kunnen aanspreken om, om ook te gaan blazen. Oké, maar stel dat er staan allemaal grijze mannen daar met met een grote horen. Er staat deze jongetje van 14 jaar met de horen ertussen. Is dat het beeld wat je graag zou willen hebben? Ja, dat zou ik graag zien. Okay, ja, nou, geweldig, we doen ons best. Ja. Ja. Is het nou moeilijk? Moet je ervaring hebben met muziek? Wat moet je hebben om met winterhoorn te kunnen spelen? Dan ga ik even een stapje terug naar het ontstaan van het ploegje in Doesburg. Dat is zo'n 15 jaar geleden. En na de oorlog is het in Twente, in de Achterhoek, door een onderwijzer, ene meneer Borghuus, is het nieuw leven ingeblazen. En dat is als een olievlek door die Achterhoek gegaan. En hier in Doesburg hadden we onze oude erelid Jan Beusting, die daar heel veel voor gedaan heeft. En vanuit de schutterij was er een groepje mensen, dus die maakten al muziek. En die vonden het leuk om daarnaast ook de hoorn te bespelen. En dat groepje mensen uit die schutterij, als ik even twee namen mag noemen, dan is dat Piet Vree en Wim Vaupel, die daar ook heel veel aan gedaan hebben om dat ploegje op te richten. Wat moet je ervoor doen? Ja, het is een hoorn. Je kunt hem niet stemmen. Nee. Er zitten geen kleppen, ventielen of wat dan ook op. En als die gemaakt is, dan het geluid wat eruit komt, ja, daar moet je het mee doen. En een geoefende speler die kan zo'n 6-7 tonen blazen. En met die 6-7 tonen zijn er wat melodieën gemaakt. En die spelen we. Ja, oké. Okay. Evert, een wit winterhoorn is eigenlijk niks anders dan een uitgeholde tak. Klopt dat? Ja, ja. Klopt. De midwindhoorn is een tak van de Elsterberg of de knotwillig. En de knotwillig is eigenlijk een van de mooiste daarvan, omdat die al een natuurlijke vorm heeft. Een klein beetje die gebogen vorm. Die knotwillig, misschien ga ik nu te hoog, die groeit al een beetje vanuit de stam zo naar het licht toe. En die heeft al die vorm van de midwindhoorn, zoals we hem graag willen hebben. We gaan in de tijd van oktober, november, dat de knotwilligen geknot worden, gaan we het land in, de weilanden in waar de knotwilligen staan, of om de boerderij, vandaar ook de knotwillig. En als we die gaan knotten,
wat één keer in de 3, 4, 5 jaar moet gebeuren. Tegenwoordig gaat het allemaal wat sneller, want dan is de stam wat dunner en is er niet zoveel werk aan. Mm-hmm. Wij hebben hem liever zo tussen de 10 en 15 centimeter aan het dikke gedeelte. Ze worden nu overal geknot, dus het is nu zaak voor ons om, om wat van die mooie takken uit te zoeken. Ja, jullie gaan op jacht, zou ik zeggen. We gaan op jacht, ja. Ja. Takkenjacht. Daarna gaan we hem ontschillen, dus de schil eraf halen. En gaat hij een halfjaartje in het water. Dat is voor het ontwateren, de groeisappen moeten eruit. Het mooiste is als het een beetje stromend water is, maar ja, dan zijn we de takken ook zo kwijt. Want dan drijven ze weg, dat is niet de bedoeling. Dan een halfjaartje drogen. En als er dan geen scheuren in gekomen zijn, dan mogen ze met windhoorn worden. Oké, dan zijn ze geslaagd voor de test. Dan zijn ze geslaagd voor de eerste test, ja. Want als er scheuren in zitten, zijn ze nog goed voor de open haard. Want dan hebben we er niks meer aan dan met windhoorn. Zeer strenge selectie dus, begrijp ik? Ja. Ja, okay. Ja. Ja, dan is de bedoeling dat we de met windhoorn aan de buitenkant klaarmaken zoals we hem willen hebben. Zoals deze nu ook. Glad en mooi. En dan is het enige wat we machinaal doen, is dat we hem, tenminste nu machinaal doen, even met de lintzaag doormidden zagen. Ja. Het is hier nog wel te zien dat hij doormidden gezaagd is. Ik weet niet of de hele lengte wordt hij doormidden gezaagd. Ja. Als hij doormidden gezaagd is, dan wordt hij uitgegutst. Voorstukje wat minder, steeds meer. Zodat de wanddikte zo tussen de 5 en 10 millimeter wordt. Dan is hij ook niet zo zwaar om te beuren. Ja. Of het dan klank uitmaakt, weet ik niet. Want als ik hem daarna in elkaar lijm, met prachtige lijmen van de Gamma, de Praxis en de Hubo, dan weet ik niet hoe die zou klinken als hij wat dikker geweest zou zijn. Dus ja, dat blijft altijd een vraagteken. Hoe klinkt de hoorn? Kan uitpakken afhankelijk van wat voor factor? Nou, de toonsoort wordt bepaald door de lengte van de hoorn. Okay. Als je de harmonie hebt, dan heb je die kleine piccolo met een heel hoog geluid. En die grote bas die 10 keer er rond tegen gaat met een wat zwaardere geluid. Dus de lengte van de hoorn die maakt de toonsoort uit. Vandaar inderdaad zo'n Zwitserse hoorn, of de Alpenhoorn, dat die heel lang is om een hele grote diepe toon te krijgen. En die heeft ook wat meer... wat meer noten kan die blazen. Maar dat is een koper, heb ik begrepen, of niet? Een Alpenhoorn, is van koper of niet? Nee, nee, Alpenhoorn is ook wel van hout. Maar meestal in twee gedeelten, omdat hij 3,60 meter lang is. Oké. Okay. Ja. We gutsen hem uit. En als hij uitgegutst is... We gutsen hem uit, 3, 2, 1. We gutsen hem uit. En dan het laatste stuk, dat doen we het laatst. Want als we dat doen, en we doen er een paar dagen over... dan zou die gaan wijken of gaan trekken en dan zou die nooit meer op elkaar passen. Dus dat laatste stuk, dat halen we als laatste eruit. Ja. Sommigen zeggen van, oh, we gaan gewoon door en we doen het in één keer. Maar we zetten hem nog wel eens even aan de kant en dan gaan we een dag later gaan we verder. Eigenlijk hebben we een beetje een luie hobby. We blazen er alleen maar op van de eerste advent tot 6 januari. Een week of 6 en dan gaat hij weer aan de spijker. De rest van de tijd kunnen we wel besteden om hem te maken, maar dat wordt wel eens het... blazen, dat wordt pas beperkt tot een paar weken. Ja. Ja. Goed, als we het laatste stuk eruit hebben, dan lijmen we hem op elkaar. En zoals ik al zei, we hebben de Praxis, de Gamma en de, noem er nog maar een paar. De sierbandjes, die komen dan als sier erom. Vroeger hadden ze een functie. Je had namelijk 3 soorten hoorns vroeger. Je had... We beginnen met de gekuipte hoorn, zoals ook de wijnvaten gekuipt zijn, met allemaal latjes. Je had een droge hoorn, de hoorn die dus niet gelijmd werd, maar die met een bies en bramenranken aan elkaar werd gedaan, in de put werd gehangen. En door het vocht van de put van de waterspiegel, boven de waterspiegel, ging het hout en die rank uitzetten, die biezen werden uitgezet en werd die dus luchtdicht, je kon erop spelen. Toen de lijmen beter werden als de beenderen lijm die we hadden, zijn ze hem gaan lijmen met een sierbiesje erom. Ja, dat is een synthetische lijm, zo gezegd. Ja, gewoon houtlijm, ja. Okay.
Hoe lang doe je erover? Of jij al een half jaar in de sloot, een half jaar drogen? Ja, als ik begin te maken, ja, dan moet ik zo een 70, 80 uur rekenen. Zo. Ja, met het uittimmeren en ja, en het hele... Dan is nog maar afwachten hoe elke hoorn die gemaakt is gaat klinken natuurlijk. Ja, maar dat hoeft niet. We maken geen hoorn op toonsoort, zoals een trompet en een klarinet wordt gemaakt. Nee, we hebben een hoorn die een geluid voorbrengt en dat geluid hoeft niet af te stemmen met een andere hoorn. Want we spelen nooit samen. Nee. Het is een communicatiemiddel. Het is eigenlijk van vroeger uit, ik wou het telefoontje pakken om het telefoontje te laten zien. Nee, dat heeft Frans net allemaal compleet al uitgelegd. Ik ga het even om de techniek natuurlijk. Oké, stel dat je zegt van nou ik wil zo'n horentje bij jou bestellen, hoe moet dat kosten dan? Ik heb er nog geen een verkocht. En dat wil je ook niet? Nee, als je een hoorn wilt kopen, dan moet je na 6 januari op de computer, op de marktplaats, dan staan er voldoende te koop. Okay. Want er zijn een heleboel mensen die nu in deze periode een hoorn kopen. Ja. Na 6 januari erachter komen van, kan er helemaal niks op blazen, het wordt niks. En dan zijn ze voor tussen de 50 en 75 euro wel te koop op marktplaats. Even dankjewel. Maken hem omdat er nieuwe leden bij komen en die willen gelijk blazen voordat ze zelf gaan maken. Dan laten we hem nog even herhalen. 3, 2, 1. Wij maken. Wij maken de hoorns nu en die houden we gewoon binnen de vereniging. Ja. Omdat we als we nieuwe leden hebben ook ze gelijk een hoorn kunnen geven. Zodat ze kunnen blazen en dan aanzetten om zelf een hoorn te gaan maken. Okay. Een van de leden die er nu nog geen lid is, maar uit Dieren. Die heeft al wel een stam opgehaald bij mij en die heeft een boekje opgehaald hoe je moet maken. Die is nu aan het maken en die heeft beloofd om volgend jaar met ons mee te blazen. Hoe kom je nou bij om midwinterhoorn te gaan blazen? Dat komt er niet zomaar, of wel? Nee, dat komt niet zomaar. Ik heb vorig jaar de wandeling gelopen. Toen heb ik ermee kennis gemaakt. Ja. En het leek me heel erg leuk, want ik speelde geen instrument. Het was helemaal nieuw voor mij. En toen dacht ik, van, nou, dat lijkt me wel leuk. Hè. Het is een activiteit die je een bepaald gedeelte van het jaar kan doen. Ja. En dat heb ik toen eigenlijk aangegeven bij een van de leden. En die heeft mij toen na de zomer gezegd, nou, we gaan weer beginnen. Dus heb je interesse, kom erbij. Oké, okay. En toen ben je even op proef geweest, zo gezegd? Ja, moest de ballotagecommissie natuurlijk. Ja, okay, hè, dus, heel erg heel natuurlijk. Streng. Ja, ja. Nee hoor, het was heel gezellig. En het is heel erg leuk. Maar ik speelde dus nog helemaal geen instrument, dus voor mij was het echt helemaal nieuw. Okay. Ik heb begrepen dus dat je niet muzikaal hoeft te zijn om dit weer te horen te blazen. Klopt dat? Dat klopt. Ja. Bent u wel muzikaal? Ik ben niet muzikaal, maar ik kan wel mijn winterhoorn blazen. Ik blaas al vanaf mijn 14e jaar, dus echt nieuw voor mij is het niet meer. Okay, maar niet in groepsverband zoals de club hier in Doesburg? Ik kom van geboorte uit Twente en daar heb ik ook altijd geblazen. Ja, en toen kwam ik afgelopen zomer bij het OLM, het Openluchtmuseum in Arnhem. En daar kwam ik de Doesburgse winterhoorclub tegen. Nou, laat mij ook eens even proberen. Nou ja, u hebt al vaker geblazen. Ja, ja dat heb ik ook. Ja. Nou, je kunt wel bij onze club komen. Dus vandaar dat ik hier zo sta. Maar u woont nog in Twente of bent u onder andere deze kant op gekomen? Ik woon nu in Steenderen. In Steenderen. Ah, maar Steenderen op afstand. Dus ja. Maar in Twente en Drenthe is het al jarenlang ook een traditie. Maar hier in de Achterhoek ook. Maar waarom nou niet in het westen van het land bijvoorbeeld? Ja. Iets met het agrarische leven, het landleven te maken? Nee, dat denk ik niet. Nee. Het is van vroeger uit, dat is hier ontstaan in het Westen. Ja. In het Westen zou zeggen, hou gauw op met die takkenherrie. Ja. En nu? Nou, ik heb een maatje van mij, dat is Hein Beans. Ja. Daar heb ik vroeger mee bij de muziek gezeten in Giesbeek. Ja. Bij een drummershow van Red and Black. Mm-hmm. Dus ik heb al een klein beetje in de ondergrond van qua blazen. Dus, en dat leek me ook wel leuk om zo'n ding zelf te maken.
Dat is natuurlijk het mooiste ook. Ja. En dan heb ik even blazen met de jongens hier. Oké, en deze heeft u ook zelf gemaakt? Deze heb ik zelf gemaakt, ja. Ja. Die is pas... vers van de pers, zeg je. Niet, gelaten, zeg maar. Niet vers van de pers, dat zeg je niet, maar wel vers uitgehold, zogezegd. Ja. Okay. Dus, maar u bent wel muzikaal al onderlegd, zogezegd. Een beetje, ja, klopt. Okay. Ik heb altijd horen gespeeld bij die drumshow gevaren. Dus, maar dit is toch een totaal andere techniek ook? Ja, dit zijn meer de natuurtonen. Hè? Ja. En je kunt, als je, dan kun je de zes, soms kan de zeven dit halen qua natuurtonen. Ja. Nou, ik red het met zes. Ja. Dus dat lukt wel aardig, ja. Nou is Mid Winterhoornblazen gebonden aan een bepaalde periode en eigenlijk wel een koude bedoeling, of niet? Ja, meestal wel. Ja, in Nederland hebben we natuurlijk de laatste jaren wat zachte winters, maar het is wel echt een winteractiviteit. Dat hoort daar ook, dat is mooi bij de winter, de bladeren zijn van de bomen, het geluid draagt ver. Het hoort natuurlijk echt bij die tijd van het jaar. Dus je staat daar te blazen en te vernikkelen? In principe wel, ja. En als het vries is, is het nog kouder. Maar dan klinkt die wel verder, hè. Mooi, mooie vriesend weer, dat gaat, klinkt die wel 2-3 kilometer ver. Okay. Dan heb je hier in Doesburg een leuke club mensen bij elkaar die dat midwinter horen blazen. Betekent ook dat na het blazen ook gezellig samen zijn? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik denk het wel, ja. Want ik heb het nog niet meegemaakt. Okay. Maar het hoort er wel bij, denk ik. Wij zijn nieuwelingen en dan moeten we nog afwachten of dat zo is. Maar ik lust wel een boot hoor. Je gaat gewoon mee in de vaart der volkeren, we zien het wel. Ja. Okay. Nee, volgende week begint natuurlijk met de wandeling. Vandaar gaan we eigenlijk tot 6 januari door. Dus we gaan het meemaken. Door hier te adverteren op Doesburg TV bereikt u 8000 Doesburgse kijkers per maand.